Einmal verwachten. Ideaal plekje. Yeah. Probably out of order. Well, Twitch. A Twitch with YouTube, sorry. Hey, up Twitch. De dikke vandaag niet op YouTube. Ik heb net toevallig een setup van de Prison Break bij een random persoon gedaan. Ik probeer een beetje geld te verzamelen dat ik weer wat dingen kan aanschaffen. Huh? Met een ander. Ja, hey. Zo. Ik moet eerst even nu weer wachten. Wat? Ja. Hij is net afgelopen, dus ik moet eerst weer wachten tot alles klaar is. En dat wachten duurt altijd zo lang. Nog niet, ik kan je hier wel even de link sturen. En we draaien, draaien, draaien en we zijn er bijna. We zijn er bijna, 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 bijna. Hoe vermogen ben jij? Ja, dat kan je ook even niet zien. Ik heb in ieder geval iets met 18 en dan nog wat getalletjes erachter. Ik zal zo eens even kijken. Je kon in ieder geval weer wat de nieuwste update, daar kon ik zo'n bunker kon ik aanschaffen.
Nou, dan ben ik ook weer gelijk al mijn geld kwijt voor wat. Ja, maar winkelstraat rijden is niet echt bevorderlijk. Als je geen land hebt, dan wel. Jo. Ik heb het zo kunnen zeggen. Twee woorden, 9 letters, duurt me te lang. Hoppakee, ik kom naar jou toe. Ja, als je een Indonesische met politie aan het kwijtraken, dan kan ik wel even een huisje hosten. Nee, ik ben gewoon lekker geld aan het schrapen op het ogenblik. Ik heb nog niet eens dat nog niks gekocht, hè? Ik moet zelfs nog die vliegtuighangar doen. Dat heb ik nog eens niet helemaal gedaan. Ik heb zelfs de bunker nog eens niet, nooit helemaal afgerond. Bunker is iets wat ik gewoon als een goudmijn heb. Ja, ik moet het weer even oppakken, de bunker. Bunker heb ik permanent eigenlijk supplies kopen. Inzetten, supplies kopen, volhouden maken en dan verkopen. Nou, dan zou ik eventueel kunnen zeggen dat we wel even een supply kunnen aanschaffen. Ja, want in de tijd dat we bijvoorbeeld die huis doen. Ja, loopt dat door. Ja. En dan verkopen, weer nieuw aanschaffen, hoppakee. De bunker kostte me even wat te veel geld om elke keer ook mee op te starten. Nu heb ik weer gelukkig wat geld dat ik wat dingen kan gaan doen. Je moet die bunker niet vol laten lopen. Je kan het eentje verwacht, dat wordt een paar dagen 160.000, dat is goed, hè? 140.000. En die verkoop je dan voor 210.000. Ik weet het. Nee. Iedere keer voor minimale moeite heb je 135.000 winst. En met je verkoop heb je gegarandeerd een e-voertuig. Ik ben vrij om een huis te kiezen. Ja, ik ben jou aan het joinen, dus als we dan eerst supplies gaan doen. Oh nee, dat is kopen, hè? Dus. Ja, dat is dan komt dat vanzelf binnen. Ja. Dat scheelt dan ook weer. Maar alleen mijn bunker die zit rete ver weg. Ja. Ik heb de goedkoopste bunker. Dat wordt een Palito B. Ik heb natuurlijk geen straaljager of iets. Nee, nog helaas niet. Als jij die toevallig hebt, ik zit toch toevallig bij de pier, woon ik. Ja, je zit in dezelfde appartement als ik, want ik kon jou aanbellen. Maar jij kunt ook bij mij aanbellen. Ja, ik heb ook deel per over. Ik ben nog ergens in een random in de lucht aan het zweven. Zo? Ja, ik kijk over de map heen van GTA, dat stukje. Oh, bij mij zie ik alsof je er al in zit. GTA is een soort van vastgelopen. Zie je altijd zien. Hoppa, ja. We eindigen, ja.
het goed. Eind van jaar. Dit waren we.